Het is vandaag feest op basisschool De Kattenschulp in Kattendijke. Het schoolgebouw bestaat 25 jaar en dat moet volgens directeur Adrie Weda gevierd worden. Nou, we geven eigenlijk gewoon les. We hebben even een half uurtje de lessen onderbroken om samen met de kinderen het te vieren. Samen met dorpsbewoners die interesse hadden en ouders. Gebakje. En alle kinderen hebben een leuk t-shirt gekregen. Bij de opening van het gebouw drukten leerlingen hun handen in de klei. Dat mochten leerlingen van nu, het zijn er nog 10, ook doen. 25 jaar geleden bij de opening van de school hebben alle kinderen hun hand in klei gedrukt. Dat is, die zijn in de band bevestigd. De inspectie heeft die toen bij de opening van de school onthuld. En nu worden er weer handjes gemaakt. Die worden dan in de andere entree van de school ook weer opgehangen. Maar het feest heeft ook een wrange bijsmaak. Want de school wordt met sluiting bedreigd. De toekomst van de school is nog een beetje ongewis. Zeker is dat we per 1 augustus aanstaande fuseren met de Stamperieschool Wilhelminadorp. Dan is het ongewis of dit een dislocatie blijft of alsnog toch gesloten wordt per 1 augustus. Intentie is om door te gaan op deze locatie. De school gaat sowieso fuseren met de Stamperieschool in Wilhelminadorp. Op termijn wordt gezocht naar een derde partner.